Ja, nu doe ik MMA. Oh, dus ik doe het echt. Ja, was het? Ja, superleuk. Ja. Echt, echt leuk. Ik stond echt vol in de zon, maar ik vond het heerlijk. Misschien ben ik nog wat bruiner geworden. Je kan heel goed zingen, dat weten we. Maar ik heb vandaag ook gezien, je hebt ook danspasjes meegenomen van het Venlo. Ja, ik heb heel veel danspasjes van het Venlo meegenomen. We vieren carnaval daar, hè? Dus dan zou het wel erin moeten zitten. Het is ook wel pittig, maar... Ja, we trainen ervoor. We doen lekker op de loopband rennen en zingen tegelijk. Dus uiteindelijk bouw je zo'n conditie op. En ja, adrenaline, je staat op stage en dan weet je niks meer. En dan doe je het maar gewoon. Je hebt ook wel wat volgers op Instagram. Even kijken, het is nu 30 juni, 10 dagen geleden, heb je een foto gepost. Ja. Wat zie je er goed uit? Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, klopt, klopt. Daar heb je hard voor gewerkt, of niet? Ja, heel hard voor gewerkt. Echt, mijn hele leven is veranderd eigenlijk. Ja, nu doe ik MMA. Oh, dus ik doe het even een stapje opzij dan. Ja, ja, ja. Je bent al sky high, maar ik denk dat er nog meer gaat komen. Ja, er gaat zeker nog meer komen. Ik denk dat de focus nu echt ligt op nieuwe muziek. En we zijn lekker aan het bouwen naar een nieuw repertoire. Dus muziek is eigenlijk nummer 1. En muziek, is dat dan nog steeds een combinatie Marokkaans-Nederlands? Ik denk dat altijd het vleugje Marokkaans erin gaat zitten. Natuurlijk ben ik zelf Marokkaans, dus dat zal je altijd terug horen. Maar ik wil het wel bereikbaar maken voor iedereen. Dus ja, denk het wel. En wanneer komt de volgende acteerrol? Ja, wie weet. Nou, check me maar. Ja, het lijkt me leuk om een keer in een actiefilm te spelen.